Goedemiddag, vandaag zijn we op de Schenkade. We hebben hier een bouwkundige keuring. En ik ben vandaag met Adriaan en die gaat de woning keuren. Goedemorgen. Wat gaan we vandaag eens allemaal doen? We komen hier voor de bouwkundige gebreken op te nemen in deze woning. Laten we boven starten. En wat zie je? Gedeeltelijk is het een plandak en aan de voorzijde is het natuurlijk een pannendak. Ik zie een aantal schoorstenen, ik zie een aantal dakdoorvoeren. Maar ik wil wel even beoordelen of de dakbedekking goed is. Ik zie dat de dakbedekking hier al vernieuwd is. Ik kan natuurlijk onder het grind niet heel goed zien, maar wat ik wel kan zien is dat, dat het grind zit niet vast op de dakbedekking. Dus dat betekent dat het nog niet zo heel oud is. De cv-ketel. Daar kijken we natuurlijk ook naar. Kijken we in ieder geval even wat het bouwjaar is. Maar vooral altijd even een foto. Dan heb ik dat voor in mijn rapportje staan wat verketeld is. Kijken we even met een zaklamp in de cv-ketel. Of daar lekkages zijn. Hier controleren we altijd even of de ramen goed open en dicht gaan. Of het handen sluitwerk goed is. Controleren of de ruiten niet lek zijn. Deze, die en die zijn niet lek. Hier achter zit een ruit die lek is. Deze is lek en deze ook lek. Dat zie je doordat er condens tussen zit. Hier zit dus geen water aan de binnen- of buitenkant, maar er zit echt tussen. Zullen we weer, gaan we hier gewoon weer verder? Ja, je hebt zo'n leuk apparaatje bij je. Ik heb zo'n leuk apparaatje bij me. Hier kan ik inderdaad mee in de muren meten of er vocht zit. Nou, zoals ik hier al kan zien, hier echt wel vochtplekken zitten. Ik ga toch even mijn vochtmeter opzetten om te kijken hoe hoog de vochtwaarden zijn. Ik zie dat het behoorlijk hoog is. Dat betekent dat er dus veel vocht in de muren zitten. En wat is een normaal percentage voor de muur? 20% is normaal. Dus hier geef je 50% aan, dus dat is behoorlijk hoog. Ik ga hier eventjes in de kruik om te kijken. Met een verhoogd vochtpercentage in de woning en ook een verhoogd vochtpercentage in de kruipruimte, dan zijn de houtvormen bijna niet uitgesloten. Dan zie je dus inderdaad dat er dus boormeel uit de gaatjes komt. En dat betekent dus dat de houtworm actief is. Nou, dit was de bouwkundige keuring van Perfectkeur. Wilt u ook een bouwkundige keuring uitgebreid met een rapportage de volgende dag op de mail? Kom naar Perfectkeur.